Dames en heren, hier in het Oba Theater, dames en heren thuis, overal in Amsterdam, live verbonden via Salto. Hartelijk welkom in het Oba Theater bij een mooi evenement dat wij al naar aanleiding van Nederland Leest in onze programmering hadden staan. Een goed gesprek tussen Adriaan van Dis en Marco Dijkgraaf. En wat ontzettend leuk dat de CPNB met de grote programmering voor Nederland Leest daarop inspeelt. En dat we hier aanwezig zijn om met elkaar, het was gisteren op de televisie, vandaag hier live de aftrap van de grote Nederland Leest-campagne te voeren. Dat is een groot evenement waar alle openbare bibliotheken in heel Nederland aan meedoen. Een van de grote programma-onderdelen van de CPNB. En in deze tijd waarin live evenementen nog best een dingetje zijn, waarin we de hele dag met elkaar moeten praten over kapjes, coronapassen en allemaal wat niet al, is het dan niet ontzettend mooi dat we hier live in het Oba Theater bijeen mogen zijn? Dan is het ineens niet alleen maar Nederland leest, maar ook Nederland leeft. Wij gaan een heel mooi programma met elkaar tegemoet zien. Daar spelen, zoals ik net al zei, Adriaan van Dis en Marco Dijkgraaf een hoofdrol in. Maar er is nog een hoofdrolspeler. Ik zie hier op het plaatje, oh nee, dat was het plaatje van net, dat zijn naam net iets kleiner was afgetikt dan de naam van Marco Dijkgraaf en Adriaan van Dis. Maar dat komt natuurlijk omdat hij ook zo'n lange en zo'n mooie en zo'n poëtische naam heeft. Ik introduceer u graag de dichter van Nederland leest dit jaar, Abdelkader Benali. Daar komt hij. Ja, dankjewel Martin. Dankjewel techniek. Hartstikke leuk. Ja, mooi, mooi, mooi. Ja, ik werd ook ik ben wel eens een keer gebeld met het verzoek of ik of de heer Abdelkanali een lezing wil geven. Ik was een keer meegemaakt dat ik boek ging signeren. En er kwam een dame naar me toe. Die gaf me het boek en het was, ik zag dat het boek niet van mij was, maar van Kader Abdola. Huis van de moskee. Ik keek naar het boek en ik keek naar haar. En toen zei ik tegen haar, ja, maar mevrouw, ik zou het toch graag willen signeren, maar ik heb dit boek niet geschreven. Toen nam ze het boek weer terug en toen keek ze naar haar. Toen keek ze naar mij en toen gaf ze me het boek en zei ze, doe toch maar. Dat is zonde van het bezoek. Oké, dit gaat dus over. Ik ben gevraagd door CPNB om bij de maand waarin dit prachtige boek van Adriaan van Dis in alle bibliotheken gratis en voor weinig ligt. De Wandelaar, echt een prachtig boek om daar ook bij voor wat poëzie bij te zorgen als soort van garnituur. En dat vond ik hartstikke leuk om te doen, want dat gaf me ook weer eens een excuus om in die mooie poëzie te duiken die over het reizen gaat. Er is heel veel geschreven over het reizen en er is ook heel veel poëzie over reizen. En ik heb vier dichters gevonden die vier hele mooie gedichten hebben geschreven waarin het reizen, het dromen, het nieuwe horizon te verkennen een rol speelt. Die vier gedichten zullen deze hele maand te zien zijn op de informatieschermen van de bibliotheken door het hele land. Dus waar u ook bent in het land, u ontkomt niet aan de poëzie. En ik ben toen ook gevraagd of ik niet alleen dat wilde doen, maar ook zelf nog een gedicht wilde schrijven. Nou, dat vind ik altijd leuk, schrijven in opdracht. Helemaal als het over reizen gaat in een tijd waarin er bar weinig gereisd werd. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb veel gereisd vanuit de stoel. En ik dacht toen, ja, wat is nou dat gevoel van het reizen? Waar zit hem dat dan in? Het avontuur, tegemoet gaan, nieuwe grenzen, nieuwe horizonten. Het gevoel dat je door te reizen ook een ander mens wordt. Dat je even ontsnapt bent aan jezelf, aan de beperkingen van het dagelijks bestaan. Dat er een ander leven mogelijk is. Nou, dat blijft altijd. En dat gevoel heb ik geprobeerd te vangen in dit gedicht. Ik doe nu iets wat ik niet mag doen, volgens mijn collega-dichters. Ik ben mijn eigen gedicht aan het uitleggen. Dus ik ben nu ik was net manisch, nu depressief. Dus, ja, nou goed, maakt niet uit. Vergeet even wat ik heb gezegd. Tot aan de anekdote over het gesigneerde boek.
Del Viajero zegt nee. Op een zomaar zondag neem ik afscheid van mijn ouders. Mijn moeder vraagt of ik op de weg naar buiten de vuilniszak mee wil nemen. Ik weet niet waar ik naartoe ga. Reis met onbekende bestemming, wel om 6 uur weer thuis. In de tram verandert mijn gezicht in El Viajero, de reiziger zonder naam. Het vliegtuig dat boven mijn hoofd trekt, dat ben ik, maar dan op benen en minder vervuilend. Altijd onderweg naar nieuwe aanzichtkaarten. Aan de rand van de stad krijg ik honger. Onstilbare honger naar de horizon. Thuisgekomen, afgemat, koude handen. Mijn moeder zegt dat ik mager ben geworden. En zitvlees moet leren kweken. El Viajero zegt nee. Ja, dankjewel op dat kader. Prachtig. Gedicht waarmee je ons laat dromen, waarmee je ons laat reizen, waarmee je ons over grenzen laat gaan. Heel erg fijn. Dankjewel. Dankjewel ook Oba en dankjewel Martin voor de gastvrijheid en voor deze avond. Eigenlijk de officiële aftrap, Martin zei het al, van Nederland leest. En eigenlijk vanaf nu gaan de komende maand heel veel avonden, middagen in bibliotheken dergelijke gesprekken plaatsvinden. Adriaan, we hadden het er vanavond over. Volgens mij 38 lezingen in totaal door heel Nederland. Dus dat wordt wat. Heel fijn. En dat Nederland leest. Ik mag directeur van de CPNB zijn. En ik vind Nederland leest een van onze mooiste campagnes. Ga maar na. Wat gebeurt er met u als u iemand hetzelfde boek ziet lezen als u op dat moment leest? Dan voel je meteen verbinding. En dan wil je weten, wat vindt die persoon van dat boek? Raakt het hem of haar net zoals dat het mij raakt, of juist niet? Kijkt hij ook op dezelfde manier naar die passage? Of wat vindt hij van de hoofdpersoon? En dan maakt het eigenlijk niet uit of dat een persoon is waar je normaal gesproken wel of niet contact mee had. Die verbinding is er dan meteen. En dat is eigenlijk de kerngedachte achter Nederland leest. En Nederland leest is ontstaan door een bibliothecaresse. Ik vind dat een mooi verhaal. In 1998... in de openbare bibliotheek van Seattle. Daar werkte Nancy Pearl. En die had dit gevoel ook en deze ervaring. En die dacht, wat zou er nou gebeuren als heel Seattle hetzelfde boek gaat lezen? Wat zou er dan met deze stad gebeuren? En bij haar ontstond het idee One City, One Book. En zij heeft dit project tot uitvoering gebracht. En dat hebben ze een aantal jaar gedaan in Seattle. En ze hebben dat ook wetenschappelijk onderzocht. En inderdaad, de sociale cohesie in die stad werd positief beïnvloed doordat mensen hetzelfde boek lezen. En is dat zeker in deze tijd niet een prachtige gedachte? En is het niet geweldig dat met elkaar een boek lezen dat kan creëren? En dat hopen we dan ook vanaf vandaag weer te gaan doen met Nederland Leest. Vandaar ook 1 boek, 1000 gesprekken. We hebben elk jaar een thema en dit jaar is het thema over de grens. We doen dit sinds 2006 en dit jaar hebben we de 16e editie. En ook dit jaar zijn er weer 250.000 Nederland Leest pockets afgenomen door de verschillende bibliotheken. En die hopen we dan ook heel erg ruim te gaan verspreiden. En dit jaar hebben we een prachtig boek. Een boek wat, denk ik, heel veel sociale cohesie gaat veroorzaken. Want het boek is, en dat weet u, De Wandelaar van Adriaan van Dis. En zowel de roman, maar ook zeker de auteur staat, denken wij, ook heel erg voor dat thema
over de grens. En Adriaan van Dis, die wordt, u zou het hem niet geven, ik in ieder geval zeker niet, wordt komende december 75 jaar. En Adriaan schrijft al 40 jaar. En hij heeft inmiddels een heel groot en gevarieerd oeuvre op zijn naam. En het mooie van zijn oeuvre is dat het eigenlijk steeds weer nieuwe lezers vindt. Zo ook De Wandelaar. De Wandelaar verscheen oorspronkelijk in 2007. Maar het boek is eigenlijk urgenter en actueler dan ooit. En dat geldt misschien ook wel voor de schrijver zelf. Hij is klassiek, maar hij weet ons ook steeds weer aan het denken te zetten. Prikkelt ons, het gebeurde bij mij in ieder geval gisteravond ook weer, toen ik naar Sophie en Galit zat te kijken. En hij zorgt ervoor dat we over onze grenzen heen durven stappen. En Van Dis woonde en werkte 7 jaar in Parijs. Een stad die hem inspireerde en die hem uitdaagde. En met De Wandelaar schreef hij een roman waarin hij de veranderingen die de stad doormaakt haarfijn weet te treffen. Hij staat in de lange traditie van flaneurs, maar is tegelijk vooruitstrevend en heeft een heel scherp oog voor de tijdgeest. En wie anders dan de kersverse ontvanger van de Gouden Ganzenveer, na Abdelkader trouwens, heel mooi, 2 grootheden in de zaal, 2 ontvangers van die Gouden Ganzenveer. Maar wie hadden we beter kunnen vragen dan Margot Dijkgraaf om het nawoord te verzorgen bij deze prachtige roman? Margot werd door de Franse ambassadeur eens beschreven als ambassadeur tussen Frankrijk en Nederland op het gebied van de letteren. En zij wist Van Dis en talloze andere schrijvers en hun verhouding tot Parijs heel precies te typeren in haar prachtige Met Parijse pen. Ze gaan zo meteen met elkaar in gesprek over Parijs, over boeken, over schrijven. Maar ik wil hen, jullie, lieve Adriaan en Margot, heel graag naar voren vragen om aan jullie beiden de eerste 2 exemplaren van De Wandelaar te overhandigen. Nu de avondvierdaagse heb afgelegd. Zal ik ze weer? Goed, dank. Ja, de koningin geeft het voor achter de rhododendrons, alsjeblieft. Oké. Oh ja. Johan, oh ja, de vraag staat recht voor de camera's. Sorry. Jawel. Ja. Je dacht toch zeker niet dat ik je alleen liet, hè? Nee, eventjes was ik bang. Ja. Dat ik, je dacht dat ik weer ging zitten. Ja. Zo, ja. Nou, zeg, mijn vader was zo getraind dat als een dame opstond, stond hij ook op. En dus ik herinner me, als vrouwen gaan opstaan, heb ik ook nog steeds dat wipgevoel, maar dat even terzijde. Adriaan, van harte gefeliciteerd met het nieuwe leven voor De Wandelaar. En ook trouwens van harte gefeliciteerd met je nieuwe boek, 5 vrolijke verhalen. We gaan praten over De Wandelaar, maar we gaan ook praten over je nieuwe boek, als je het goed vindt. Ja, ja. Ik heb het vandaag gelezen. Ik heb er nog rode oortjes van. Heerlijk. Echt een aanrader ook, als mensen nog iets spannends willen en iets heel anders. Fantastisch. Maar we gaan het ook hebben over die wereld van ons, want die wereld die staat in brand. En jij bent natuurlijk niet te beroerd om daar in je oeuvre voortdurend over te schrijven. Je vorige roman, Cliffy, was ook al zo'n roman waarvan we dachten, oh jongens, dat gaat gebeuren met Nederland. Toen stond de wereld onder water en nou staat hij in brand. Ja, ja, nou, daar gaan we het vanavond niet over hebben. Maar ja, iedereen zit in Glasgow, dus we moeten daar toch eventjes wat goede energie naartoe sturen, denk ik. Adriaan, Eveline zei het net al, je hebt een aantal jaren in Parijs gewoond. We gaan het ook over Parijs hebben natuurlijk. Als ik jou nou vraag om je ogen dicht te doen en aan Parijs te denken, wat is dan de eerste geur die je opsnuift? Mag het een geleur met een geluid zijn? Dat zijn het de riolen, maar dan vooral de stroompjes langs de stoep.
Ja. Waar Senegalese prinsen met een echt geheimzinnig ijzertje iets opendraaien met stukken dweil die daar liggen. En dan ruik ik toch ook iets van de zee. Dat is heel merkwaardig, want dat water, de Seine, richting westen, soms ruik ik zoutigheid. Waarschijnlijk is dat niet anders dan projectie, omdat er veel zoutigheid in mijn hoofd zit door mijn geboorte door Berg aan Zee. Maar ik hoor in dat ruizen, ruik ik zee. En meeuwen, het barst van de meeuwen in Parijs, die zeer akelig zijn, want zij pikken de plastic zakken open van de vuilnisbakken. Vroeger had je een vuilnisbak die heette Poubelle, naar de minister van Hygiëne uit de 19e eeuw. Nou heet het een sac Bin Laden. Dankzij een andere man met andere ideeën over hygiëne. En die plastic zakken worden opengepikt, want daar kan je dus geen bom meer in leggen, want plastic explodeert slecht. Daarom zijn al die gietijzeren prullenbakken ook allemaal verdwenen. Die worden opengepikt door meeuwen. En die meeuwen zijn helemaal getraind op stadsleven en op grote brutaliteit. Dus het komt toch wel goed uit. Zee, meeuwen en ruisend water en Senegalese prinsen. Nou, dat vind ik echt een fantastische samenvatting van Parijs. Want aan de ene kant heb je dus het riool, hè, dus het afval van Parijs. En ook de vieze kant, de smerige kant van Parijs. En aan de andere kant heb je meteen de associatie met de puurheid en het zout van de zee. En laat dat nou precies zijn wat je in je boek portretteert. Die beide kanten van Parijs. Daarom heb ik dat boek al zo heel fijn meteen gekocht toen je het publiceerde. Want dat is voor mij Parijs ook. We moeten even kijken, wie van u heeft de wandelaar nog haarfijn in zijn geheugen? Dat zijn er toch te veel om niet even naar de inhoud te gaan, ja. Adriaan. We willen graag even de eerste bladzijde misschien van je horen. Zodat de mensen die daarnet niet hun vinger opstaken, nog even door ons dat kleine zetje krijgen om in het verhaal meegestuurd te worden. Ik lees de eerste bladzijde. De eerste bladzijde. De hond had alles gezien. Met hem moet het verhaal beginnen. Hoe hij voor het raam danste en uit een brandend huis sprong. Maar eerst maakt meneer Mulder een avondwandeling. Hij zal aan de politie een andere naam opgeven. Het is een koele lenteavond. Mulder verlaat zijn huis in een houtje touwtjesjas. De ijzertjes onder zijn leren zolen tikken op het trottoir. Hij springt over de ruisende goten om een spat te ontwijken en treuzelt voor de etalages van de oude prentenwinkel waar de eigenaar wekelijks een andere collectie toont. Nooit ging hij er binnen. Al neemt hij zich elke avond voor er een oude kaart van Parijs te kopen. Eén waar zijn eigen straat op staat. De kerktoren op het plein slaat 11 uur. Bij het café om de hoek recht Mulder zijn rug voor de keurende ogen op het terras. Al zal geen mens zich herinneren dat hij voorbij liep. Hij vist een veer uit het bassin van de fontein. Eenmaal aangekomen bij het park dat na zonsondergang zijn hekken sluit, versnelt hij zijn pas. Tot hij bij de oude bouwschool komt, waar hij even de onderste kogelgaten in de donkere gevel aanraakt. Hij weet ze blind te vinden. Hij verlaat zijn buurt, komt uit op een boulevard die betere tijden heeft gekend, met half lege, slecht verlichte restaurants. En hij groet de naar buiten starende obers, wachtend op klanten voor het souper. Ook houdt hij even stil voor een raam waar geknevelde kreeften in een aquarium dansen. De route ligt vast. De handelingen zijn altijd dezelfde. En de herhaling stelt hem gerust. Het is de ronde die hij dagelijks voor het slapen maakt. Op doktersadvies. Alleen. Nou, dan hebben we meteen kennis gemaakt met Mulder, hè, de hoofdpersoon van je boek. Dat is een man die dus blijkbaar houdt van rituelen. Want hij maakt iedere avond... De rituelen van de herhaling. Dat raad ik iedereen aan. Waarom? Waarom is het zo belangrijk dan? Omdat je namelijk elke keer iets nieuws ziet. Elke keer maak je verhalen bij een stoffige vensterbank, want je denkt, het is nou de derde week, het stof wordt heel dik. Misschien zit er wel binnen iemand al 3 weken voor de televisie te sterven. Althans, dat maak ik ervan. En ik loop elke dag langs die ober die maar geen klanten heeft en ik zie die geknevelde kreeften. En na 3 weken gaan we elkaar groeten. Na 4 weken maken we een praatje. Plotseling valt het je op dat er overal kauwgom op de straten ligt. Die kauwgom vertelt een verhaal. Je gaat letters lezen in de kauwgom. Dat blijkt de kauwgom te zijn van secretaresses uit de grote Tour de Montparnasse. Een gebouw dat iedereen wil afbreken, maar er zit zoveel asbest in dat het geloof ik 10 miljoen per etage kost. Dus laten ze het maar staan. Ondertussen werken daar mensen, klipper de klapper de klaver. En dus, dan zeg je, hey, secretaresses, kauwgom. En dan valt het je op
Dat zijn wel 20 lingeriewinkels. Waar je een tanga kunt kopen voor 100 euro voor een veter. Maar met die veter kan je de huur betalen van dat dure gebouw. Want het valt je ook op dat er steeds minder kruideniers zijn. Dat je nergens meer een punaise kan kopen. Dat er steeds meer lingeriewinkels komen. Want Parijs gentrified. Kan geen huis bieden aan de verpleegster, de onderwijzer. Zelfs de dokter kan er nauwelijks wonen. Iets wat we hier nu in Amsterdam beleven. De stad wordt te duur voor de mensen die de stad groot houden. En zo, in die herhaling gaat die stad met je praten. Zie je dingen die je in een vluchtige blik niet ziet. En ik raak ook allerlei dingen aan. Dat deed ik als kind al. Had ik geheime plekjes bij de trap. Die niemand wist. En ergens onder een tafel, wat ook een geheime afspraak was. Kinderen hebben dat heel sterk. Hè? Die fetischistische levenshouding. Met je ogen dicht een kruispunt nemen. Kon vroeger, want we hadden maar één auto in Berg aan Zee. Maar toch, die dwangneuroses, die ontmoet ik vaak bij jonge mensen. Nu valt me wel één ding op, als ik je heel even mag onderbreken. Ja, nee, want ik praat gewoon een uur door. Ja. Je hebt gelijk, onderbreek mij. Ja. Anders had ik net zo goed daar kunnen blijven. Ja, nee, sorry. Dus, moet iets doen voor de kost hier. Ja. Adriaan, wat me meteen opvalt is dat je zegt ik nu. Terwijl ik heb keurig gezegd Mulder. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, nee, maar nee, luister. Heel benieuwd. Ik ben nu ik. En meneer Mulder... Nu wil ik mijn vraag stellen. Ja. In hoeverre is Mulder nou jouw alter ego? Mogen we dat zo zien? Want je geeft het eigenlijk... Ik vraag naar Mulder en je zegt ik. Ja, goed, je hebt gelijk. Luister. Ik luister. Dat boek heb ik 13 jaar geleden geschreven. En dat niet wat heet. 15 jaar geleden. Hebt het toch wel even herlezen? Ja, ik ben nu het aan het herlezen. En het verbaast me... Soms wil ik iets veranderen, soms ben ik tevreden. En het verbaast me ook dat het veel meer over geloof gaat dan ik ooit wist. Dus ik kijk er nu met een andere oog naar dan toen ik het kennelijk schreef. Maar wat ik wil zeggen, Mulder is een uitvergrote ik. Want het is een bange man die alles op orde heeft. En die bange man wordt door een hond overgehaald zijn angsten te verkennen. En kennis te maken met de veranderende stad. Maar die hond ben ik nog veel meer. Want die hond, dat is de nieuwsgierige. Dat is ook een beetje de verslaggever die van sensatie naar sensatie gaat. Dus een poot optilt, een pis doet, een geurvlag achterlaat en naar de volgende sensatie gaat. Dus zit je nou meer in die hond dan in die man? Je zit in alle twee. Dat is ook prima. Maar kijk, ik wil toch even naar die Mulder. Hè? Want die Mulder, dat is een goed geklede man. Met een vouw in de broek. Met een hele reeks jasjes in de kast. Met een ontzettende hekel aan vlekken. Dat is gewoon een man die houdt van schoonheid, van la beauté, van mooie musea. Het is een man die, zoals je schrijft, last heeft van goede smaak. Dat vind ik een prachtige uitdrukking. Last hebben van goede smaak. Hij leeft in Parijs van een erfenis. Kleintje hoor, want hij is heel zenuwachtig en hij durft de bankenveloppen niet open te maken omdat hij bang is dat het op is. Ja. Maar goed, dan ben je in Nederland meteen stinkrijk natuurlijk. Ja, als je dat kan permitteren om ze niet open te maken... zonder dat je huis uit wordt gezet. Okay. Maar hij heeft ook een hele grappige kant. En dat schrijf jij ook meesterlijk op. Want hij gaat dan eten. Wil hij gaan eten bij iets wat ik me voorstel als Brasserie Liep bijvoorbeeld. Aan de Boulevard Saint-Germain. En daar lult hij zich zo naar binnen. Want dus eigenlijk mag hij daar niet... Je moet altijd reserveren op ambassade Piba. Ja. En dan zeggen... Dan is er altijd plek. Ja, gek is dat, hè? Ja. Geheime tip. Hoe zou dat komen? Ja. En daar gaat hij ook met een dame aan tafel. Nou, die gaat net niet tegenover hem zitten, maar daarnaast. En dan biedt hij dan champagne aan. En op een gegeven moment dan raakt dat natuurlijk bekend. En dan gaat er een andere dame tegenover hem zitten. En die gaat zo'n beetje beentje vrijen en zo. En die beschrijf je als een opgebonden appelboom. Dat vind ik ook zo'n meesterlijke uitdrukking. En dan is dat natuurlijk een hoertje. En Mulder belandt dan toch... In dat bed van die Je verzint van dame. Alles. Dat zover ben ik nog niet. Waar staat nee, dat? Nee. Nou, met andere woorden, die Mulder, dat is eigenlijk wel een hele bijzondere man. Het is niet zomaar Adriaan van Dis, het is ook niet zomaar je alter ego. Er zit een heleboel cheu bij en ook een heleboel Parijse gekkigheid. Nou, maar er is een stad, daar wordt zo geflirt in Parijs. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Toen ik er pas aankwam... was ik op zijn Amsterdams en ik ging na 3 weken me veel beter kleden. Want je wordt bekeken van top tot teen. En ook oudere dames nemen je van top tot teen op. Ik heb ook manieren geleerd. Het begon natuurlijk met stoplicht. Want voorheen behoorde ik tot die generatie dat alleen NSB'ers voor een rood stoplicht stoppen. Maar daar moest ik ook echt weer gehoorzaam worden. En dan kwam ik bijvoorbeeld een winkel in. Dan zei ik, est-ce que vous avez... Pardon, monsieur. Bonjour, monsieur. Eerst binnenkomen, groeten. Fantastisch. En nou, toen ben ik
Achterhoek gaan worden, kon ik die manier ook weer gebruiken. En nu ben ik in Amsterdam, moet ik ze weer afleren. Ja, ik heb ook zo'n ervaring. Maar bij mij was het kantelpunt zo rond mijn 50ste. Want daarvoor word je wordt nog als vrouw heel lang als mademoiselle begroet. Maar na je 50ste, dan word je zo langzamerhand onzichtbaar. Heb jij dat ook gehad? Ja, ik verbeeld me natuurlijk dat ze nog steeds... Nee, maar ik vind het wel een leuk spel. En ook juist wel echt wat oudere dames een hele mooie mantel pakken. Ze zullen dan misschien madame zijn, maar ze zijn nog heel zichtbaar. Ja. Klopt, gelukkig. Ik ben blij dat... En ook mijn overburen zei dat dat allemaal gepast is, want het huwelijk is een economische overeenkomst en de liefde zoek je daarbuiten. Ja, ook een goed idee trouwens, als je toch aan het... Nou, ik dacht dat je daarop afstevende net met je lingeriewinkels, want daar is natuurlijk allemaal die lingerie onbegonnen. Kennelijk zit daar veel uitdaging ligt er achter het glas. Die siesta is er niet voor niks natuurlijk, dan ga je eerst lingerie kopen en daar... Maar helaas, ook dat is ingekort. Vroeger werd er wel tot 3:30, 4:30 geluncht. Nou, ook daar wordt er gewerkt, ook steeds meer op straat gegeten. Presteren en uiteindelijk minder doen. Zeg dat niet tegen een Fransman. Nee. Oké, goed. Adriaan, jij hebt natuurlijk een aantal jaren in Parijs gewoond en jij hebt die stad zien veranderen. Kun je zeggen wat je als de grootste verandering hebt geobserveerd? Wat is de grootste verandering die je hebt geobserveerd? Nu, vergeleken met toen? Toen, in die 7 jaar dat je er was. En daarna... Ik zag echt zulke grote verschillen tussen de buitenwijk en de binnenrand. Tussen al die mensen die die stad eigenlijk in evenwicht houden, die de vuilnisbakken buiten zetten, die het verkeer regelen en die de straten schoonvegen en de Parijzenaar zelf. En als ik dan iets zei over die mobiliteit van al die mensen die 's morgens vroeg komen, dan zeiden ze altijd dat het niet Parijs was. Men wist het niet. Als ik in La Courneuve was geweest en de Barbalzac had bezocht, een gebouw dat nu is afgebroken vanwege asbest, maar wat destijds min of meer gekraakt was door honderden mensen zonder papier, dan keken ze me ontzettend verbaasd aan wat ik daar in hemelsnaam zocht. En het was geen onderdeel van het discours. Maar wat deed je daar dan ook? Ik kwam er in contact omdat ik contact had met een illegale werkster. En ik was nieuwsgierig naar hoe je in de illegaliteit staande houdt. En dan hoorde je verhalen over een grijze economie. Dat men elkaar hielp, dat kleine onderlinge banksystemen waren. Dat je zelfs illegale artsen had. En dat mensen onder die druk een geweldige creativiteit en lenigheid hadden. En daar was ik in geïnteresseerd. Ook omdat ik merkte dat... Ja, die stad steeds meer verkleurde. Als ik in de metro stond, dan zag ik dat eigenlijk 3/4 van de mensen een kleur had. Maar als ik in het 6e of 5e arrondissement loop, dan was die kleur verdwenen of stond die achter een klapdeurtje de gerechten te bereiden die al die witte mensen opaten. Dus ik dacht, die stad is aan het verkleuren, aan het veranderen. En wil je zorgen dat dat op een rechtvaardige manier gebeurt, want anders gaan er hele akelige dingen gebeuren. Dan moet je dus dat openbreken en die gesprekken aangaan. Nou ja, het klinkt alweer alsof ik dat gesprek geef. Maar het is heel opmerkelijk. Dit boek kwam uit bij Gallimard. Ik kreeg een fantastische bespreking van de boekhandel Le Divan. Maar verder is het bijna nergens besproken. Andere boeken wel, maar dit boek niet. Want, en dat zei iemand, je komt te dichtbij. De Fransen vinden het heel vervelend als een buitenstaander plotseling aan een wond krabt en een pleistertje afhaalt en zegt, kijk eens, dat is een wond in jullie stad. Dat vinden ze niet prettig. Mm-hmm. Dat is waar. Ja. Ja. Nou, ben jij, CQ, ik wou het even bij Mulder houden, even terug naar het boek. Mulder die woont in de wijk, nou ja, vlak bij de Saint-Sulpice, ja. En het 5e, 16e, 6e arrondissement. Eigenlijk de wijk waar... Ja, waar u en ik zeg maar rondlopen. Als wij naar Parijs gaan, dan gaan we daar naartoe. En dan gaan we ook nog naar de Eiffeltoren en de Sacré-Cœur misschien. Maar wij zoeken die rafelranden eigenlijk niet op. Mulder doet dat op een hele speciale manier, omdat hij eigenlijk... Ja, hij woont wel daar, maar op een gegeven moment is er brand in de buurt. Hij gaat daar bij die brand kijken... Overigens schrijf je fantastisch dat er zelden iemand zo opgelucht is geweest als hij naar een brand ging kijken, want hij had in de gaten dat het niet zijn eigen huis was. Het was niet zijn eigen huis en niet bij hem in de straat. Geweldige kleine zinnetjes staan er in dat boek ook nog.
En op een gegeven moment komt er een hond, die springt uit het raam, uit die brand, recht in de armen van Mulder. En ik heb een paar, misschien wel de techniek, een paar plaatjes laten zien. Kijk, dit is natuurlijk niet die hond. Die komen uit dat geweld. Mag ik dat boek nou eens even vasthouden? Want jij zit nu aan mij vragen te stellen. Kijk, Margot Dijkgraaf heeft dit boek gemaakt met de fotograaf Bart Koetsier. En daar zijn allerlei wandelingen in. En al die wandelingen zijn met foto's verlucht, zodat je dus behalve de woorden, door lang naar de foto's te kijken, als het ware in het ritueel van de herhalingen vervalt, omdat je met de woorden anders naar die foto's gaat kijken. Zo. Want ik wil ook eens weten, jij hebt het allemaal nagewandeld. Ja. Wat valt jou nou op in het veranderend Parijs? Want je kent het toch veel beter. Ik heb er dan 7 jaar gewoond en vooral ontzettend hard zitten werken. Parijs heeft mij 4 boeken gegeven. Maar jij reist al een flinke tijd ook op en neer. Ja, ik moet me netjes uitdrukken. Ja. Een eeuwigheid. Dat doe je fantastisch als een gentleman. Ja. Ik ben ook inderdaad pas 25. Ja, ja precies. Klopt. Ja, ja. Nee, Adriaan, ik heb dankzij Bart Koetsier, de Nederlandse fotograaf die in Parijs woont, heb ik hele andere wijken van Parijs ontdekt. Allemaal binnen de periferiek overigens. Waar je als normaal mens die daar voor zijn werk of voor zijn plezier naartoe gaat, nooit terecht zou komen. Maar wat maakt Parijs nou, dat vragen mensen eigenlijk, zo anders dan Amsterdam? Want dit is ook een oude stad met veel geschiedenis. Op elke hoek van de straat. Er is een hele leuke rubriek in het Parool, geloof ik. Of misschien van Luiters, die elke keer met boeken in de hand de geschiedenis van de stad schrijft en van de literatuur. Maar waarom is dat in Parijs zoveel intenser? Nou, je schrijft dat zelf op in de ABCDR van Parijs. Ja. Daar was ik ongelooflijk mee eens. Je schrijft daarvan in Amsterdam verdorp ik. En in Parijs gaan de luiken en de ramen open. En ja, daar begint alles te tintelen, zoiets schrijf je. Het wonderlijke dat Parijs is gebouwd. Het begon met een muur. Toen de eerste koning, wij zo spreken, noem het maar even gemakshalve, een muur om de bevolking beschermd achter te laten toen hij op kruistocht ging. En telkens werd er een muur gebouwd en daaromheen was een fossé, laten we het maar een grote gracht noemen. Een slotgracht en daar gooide men alles in wat niet meer in de stad paste. En de nieuwkomers vestigden zich om die muren heen en telkens werd die muur geslecht en werden mensen toegelaten. Wat je het gevolg hebt, dat je binnen de periferiek, die rondweg, waar iedereen zo graag in de file staat op weg naar vakantieoord, maar ook de Parijzenaars elke dag nagenoeg in de file staan, binnen die muur, dat kun je bewandelen in 2,5 uur. Loop je van periferiek naar periferiek en dan kom je door wel 7, 8 dorpjes. Met een echte dorpskern, met soms wonderlijke begroeiingen, een oude wijngaard hier en daar. Alles heeft geschiedenis. Die gaat terug van het begin, voor de middeleeuwen tot nu. En die compactheid is bijzonder. En wat nu de uitdaging waar Parijs voor staat, maar waar wij ook in Amsterdam voor staan, is het slechte van de laatste muur. En dat is bij ons de Ringweg. Dat is in Parijs de periferiek. Want daar buiten wonen de mensen waar het ce n'est pas Paris. Hè? Vroeger had het een ander matricula, een autonummer, een ander kengetal zelfs op de telefoon. Het werd spottend le 9-3 genoemd. Hè? Dus niet 93, maar 9-3, 93. Ja, dan hoorde je er niet bij. Zoals je in Nederland er toch lang niet bijhoorde als je in Diemen of Zuidoost. Dat klopt. Om maar te zwijgen over Amstelveen. Dat vind ik ook heel toch is het zo dat. Sorry. Oeps. Nee, een grapje. Ja. Die foto's die we hebben gekozen bij het hoofdstuk over de wandelaar. Misschien kan de techniek een beetje de foto's door laten gaan. Kijk, dat zijn namelijk foto's van de rafelranden van Parijs. En die hebben wij eigenlijk gesitueerd op de route die Mulder en zijn hond in het Parijs doorlopen. Je hoeft maar te lopen na 11 uur in Precies. Parijs en je ziet plotseling een meneer in een bontjas. En daaronder heeft hij niet zoveel aan. Of Braziliaanse travestieten met van die geweldige keiharde borsten. Tjoep, tjoep. Enig. En dat was allemaal nog voordat we over gender en zo begonnen te praten. Waren er al mensen erg op zoek naar mogelijkheden en ontsnapping van hun lichaam. En niemand ziet het. Iedereen loopt door. Of word je opgenomen. Er wordt niet geprotesteerd. Want die stad geeft een enorme ruimte aan alles wat vreemd is, wat afwijkt. Kennelijk de gastvrijheid van de onverschilligheid. Dat is mooi. Dat schud ik zomaar uit mijn maal. Dat is echt waanzinnig. Ja. Heb je over nagedacht? Nee, dat flap ik er zo. Dat is het grote probleem van mijn schrijven. Ik flap die dingen eruit, dan schrijf ik het op. De helft blijkt dan later onzin te zijn, maar zo werkt mijn brein.
interessant aan De Wandelaar is dat hij natuurlijk eerst, eigenlijk, hè, de Mulder die blijft eerst een beetje in dat vijfde, zesde arrondissement. Dan springt die hond in zijn armen. De hond blijkt heel veel mensen te kennen die hij zelf helemaal niet kende. Die hond wordt eigenlijk de gids van Mulder. Maar buiten het nette deel, buiten het toch ogenschijnlijk rijkere deel van Parijs. Die hond die neemt hem mee, bijvoorbeeld naar de Afrikaanse wijk. Alain Mabankou, jou eveneens bekend, die zegt over Château Rouge bijvoorbeeld, ja, midden in, hè, dat is de Afrikaanse wijk van Parijs. Dit is, dat zegt hij letterlijk zo met dat vingertje. Kijk maar uit, Margot, zei hij tegen me binnenkort. Is deze Château Rouge ook in Amsterdam het centrum van... Er gebeurt in ieder geval alles op het gebied van creativiteit. Dan heb ik het niet eens over de rappers, de filmmakers, de garagegeloven. Allerlei alternatieven. Mensen nemen weliswaar... Kijk, migranten hebben een gestold land in hun hoofd. Ja. Wat niet meer bestaat. Want Senegal is nu een moderner land dan het Senegal in Parijs. Als je Anatolië in 1961 wil bezoeken, moet je naar Berlijn. Daar lopen vrouwen nog in het jasje van hun man met een trainingsbroek en daarover een rok. Rok. Dat haal ik altijd om elkaar. Maar tegelijkertijd, je hebt dat gestolde land, maar de generaties daarna die gaan iets doen met het gestolde land van hun ouders. Het Parijs waarvan ze het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. En dan gaan ze weer iets nieuws creëren. Er is een soort tussencultuur ontstaan die heel spannend is. En op vrijdagmiddag zie je bij Château Rouge gaan mensen naar de kapper. Laten daar nog traditionele vlechtwerken in hun haar maken. En al die vlechtwerken vertellen iets. Hè. Als je los wel van je echtgenoot, dan kan je in je haar lezen. Ik heb mijn buik vol van je. En als je zwanger bent, heb je weer een andere kapsel. Dus dat zijn allerlei verhalen die je in dat haar leest. Maar dat heeft een stadse variant gevonden die je in Afrika niet meer vindt. En het mooie is, er ligt langs de goten, ik heb kennelijk een goed oog voor, ligt allemaal kroeshaar. Die kappers kloppen de hele tijd hun handdoeken uit en de duiven pikken dat kroeshaar op en die maken nestjes van kroeshaar. Dus ja, goed, ik weet niet, dat raakt mij dan. En daar ging ik dus heel veel op vrijdagmiddag zitten en maar wachten tot ik... Want ik ben eigenlijk een hele laffe man, maar ik heb hele grote oren en een opschrijfboekje. In gesprek raakte, wat me opving. En dan zag ik ook wel mooi geboefte met veel kettingen en ringen. Ik heb weer andere handeltjes deed. Er gebeurt van alles. Ja. En dat is de stad. Ja, dat is de, maar je kunt het negatief beschrijven, maar je kunt het ook heel positief beschrijven. Ja, jij houdt het positief. In ieder geval. Nou, ik vind het in ieder geval spannend dat je dat er nieuwe dingen zitten te gebeuren. Ja. Nu is Mulder, dat is iemand die we net hebben beschreven, maar hij heeft ook, hij heeft ook een soort schuldgevoel. Hè? Want hij ziet al die ellende om zich heen. Jij beschrijft nu Château Rouge als een, wat ik zeg, van de positieve kant. Maar je ziet er toch ook wel verdomd veel, je ziet er veel armoede. Toen ik met Bart Koetsier door al die wijken liep. Ja, dan breek je hart. Ja. Ik bedoel, daar liggen... De verschillen zijn gigantisch groot. Ja, daar liggen mensen op van die metro... Ja, roosters, precies, waar dan warme lucht door komt. En dan hebben ze één banaan naast hun hoofd liggen. Zo van, dat is mijn maaltje voor de dag. En dat is echt gruwelijk. En onder de metrobruggen en onder de bruggen. En dat ziet Mulder in jouw boek ook allemaal... En hij is daar niet ongevoelig voor. Maar hij, aan de ene kant is het dus een man die houdt van luxe en van netheid. En aan de andere kant wil hij ook graag dingen goed doen. Hij wil graag ook dat geld wat hij dan heeft, wil hij ook goed besteden. Dat schuldgevoel dat aan hem knaagt, die schaamte over wat hij ziet. Is dat niet eigenlijk de schaamte en het schuldgevoel dat wij Europeanen allemaal voelen als wij de krant lezen en de beelden zien? Het zou mooi zijn als je het voelt... Tegelijkertijd, we zijn niet Atlas en kunnen niet het leed van de wereld op onze schouders dragen. Maar je wil wel iets doen. En dat zegt Mulder de hele tijd. Ja. Doe iets, doe iets. En dan loopt hij door die stad en dan ziet hij al die plaquettes van mensen die gevallen zijn in de oorlog. En waar Parijs werkelijk tot op de dag van vandaag, niet alleen bij armistice, dus in november, als de eind van de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht, een bloemetje steken. Maar ook de dag waarop ze gevallen zijn. Men is voortdurend bewijst met... trouw en toont men respect voor deze strijders. Maar wij zijn nu geen strijder meer geworden. We zijn laffe toeschouwers geworden en we doen niks. We weten donders goed dat veel van de ellende... van de hele vluchtelingenstroom voor een belangrijk deel ook komt... omdat we geen eerlijke handelsovereenkomsten tussen Afrika en Europa hebben. Wij
plompen het, plempen het continent vol met goedkope producten. Maar die producten kunnen niet hier naartoe komen. Of ze hebben torenhoge invoerrekeningen en hoge btw. Op dat punt moet er dus ongelooflijk veel veranderen. En we doen niks. Nu krijgen we alle 60-plussers in de zaal welkom. Die extra prik. Ik wil hem ook erg graag hebben. Maar ik zou het toch nog mooier gevonden hebben als Europa zegt. En nu gaan we eerst de arme continenten vaccineren. Want dan... Daarmee onderdrukken we allerlei mogelijke varianten van deze COVID. Dat doen we niet. Het is eigenbelang, maar het is eigenbelang op veel te korte termijn. Het eigenbelang zou op lange termijn moeten zijn. Zeg, eerst de armen en dan wij. Nou ja, dat is natuurlijk het hele debat. Dat moet je niet op gaan schrijven in een saai verhaal, want dan ben je een dominee. Maar dat zindert er wel onderdoor, omdat je er telkens door getroffen wordt. En dan heb je ook nog de hooghartigheid die ik beschrijf. Meneer Mulder noemt zich een atheïst, hij doet niks. En hij ziet dat die kerk, die rare kerk, ontzettend veel doet. En nog steeds, als je vandaag de dag naar de oude Halle gaat, dat is een half park en daaronder zijn allemaal winkels, dan heb je daar een kerk die als een de Sint-Eustace, als een spin in de stad staat. En elke avond, zo om 6:30, staan er een goede 300 arme sloepers te wachten voor een katholieke soep. En daar wordt ook rechts op ingespeeld. Die staan daar met soep met varkensoortjes en varkensvlees. Want die weigeren halal soep te maken. Om die mensen die wel halal eten in te prenten dat hun soep beter is. Er zit ook nog een politieke strijd achter. Goed, die mensen doen iets. Ze staan broodjes te smeren en ze offeren zich op. En ik doe niks. Ja, ik gireer. Oh, wat ben ik een nobel man. Ja hoor, ik heb weer wat overgemaakt naar Artsen zonder Grenzen. En dat is het gesprek dat meneer Mulder voert tussen zijn nobele intenties en zijn gereren en mensen die verdomme wat doen. Ja. In het boek valt ook de term vaak al weldoener. Hè? Meneer Mulder is een weldoener. Dat is eigenlijk een hele positieve benaming. Omdat hij ook daadwerkelijk zijn portemonnee trekt voor de arme sloebers die... Eentje bijvoorbeeld, die wil naar Nederland en heeft daarvoor een paspoort nodig. Nou, hij trekt daadwerkelijk zijn portemonnee, dus hij doet wel degelijk iets. Nou las ik in je nieuwe boek 5 vrolijke verhalen. Mooie alliteratie, of je er vrolijk van wordt, weet nee, ik niet. Maar vrolijk is een ander woord voor zwartgallig. Precies. Maar ik moet altijd erg lachen bij zwartgallig. Ja, ik heb ook erg moeten lachen. Ja, zeker. Maar dat eerste verhaal bijvoorbeeld, hè, we hadden het net even over de weldoener. Nou, dat is een positieve getoonzet woord. Hè. De weldoener, daar heb je toch... Nou, dat is iemand die doet wel. Het eerste verhaal heet Good Mensch bij jou. Dat is ook een weldoener, maar dan in de negatieve, een beetje sarcastische manier. Ja, nu, kijk, dat is een heel oud woord. We hebben het in Nederland pas de laatste 5-6 jaar omarmd, maar dan als negatief woord. Dat zijn dus mensen die politiek correcte ideeën hebben. Ja. En het is altijd met lichte spot omgeven. Dat zijn de mensen die goed willen doen. Maar ja, zet het zo aan de dijk. En het is inderdaad een politiek correct goed doen. Maar ik speel... Maar er is een link, hè? Er is een link, daarom maak ik hem. En je moet me maar tegenspreken als je het onzin vindt. Maar er is een link tussen Mulder en zijn weldoenerschap en Ada... Die eigenlijk de negatieve kant vertegenwoordigt. Het is een karikatuur. Ada is een karikatuur. Ada is een vrouw die haar leven lang, als ik het even mag samenvatten... knipsels heeft verzameld over oorlogen in de wereld. Ze was onderwijzeres of lerares. Ja. Ze is met pensioen gegaan. En sindsdien wil ze dus goed doen. En er is een asielcentrum in de buurt gekomen. En nou nodigt ze 2 Ethiopische jongens uit om bij haar te komen eten. En nou ja, we zullen het niet verder vertellen hoe het afloopt. Want het is best spannend. Het is ook een heel goed verhaal. Maar het is wel een... Kijk, de titel is Good Mensch, Adriaan. Nou ja, ik drijf de spot misschien wel met delen van mezelf. En met dat enorme verlangen om iets te doen en om te helpen. Maar het wonderlijke is dat soms niet helpen... Kijk, in de buitenwijken van Parijs gebeuren geweldige dingen. Juist omdat we die mensen hebben laten barsten. Nu ga ik heel erg glad ijzen. Dus ik zeg dus niet laten mensen barsten. Nee. Maar er is zoveel creativiteit die onder druk ontstaat. Dat je zegt, kijk, dit kan dus niet met bevoogding en subsidies ontstaan. Dit ontstaat uit tegenkracht. En dat is het spel wat ik de hele tijd speel. De twijfels die ik heb bij bevoogdend goed doen. Altijd klaarstaan. Veel meer hoor je nu van, zeker van de oud-koloniën. Wij zijn niet geïnteresseerd in jullie bevoogdende belangstelling. Wij zijn niet geïnteresseerd in jullie bevoogdende hulp.
we maken langzamerhand een vuist. En we laten zien wie we zijn. En dat is een beetje wat er aan de hand is. Dat er een tegen... En daar wordt die mevrouw mee geconfronteerd. Men gaat al dingen invullen voor de ander, terwijl die ander al veel verder is. Er is een heel mooi verhaal bijvoorbeeld van Edgar Cairo, een schrijver die ik zeer hoog acht, die heel veel geschreven heeft en dreigt te vergeten, maar daarom hebben we de bibliotheek. Haal eens zo'n boek uit de bibliotheek van hem. En die had een eigen taal ontwikkeld en die vertelt een verhaal, dat heet Not to Eat, waarin hij bij de Albert Heijn staat, bij de afdeling dierenvervoer. En dan komt er een mevrouw op hem af en ze ziet een zwarte man met een blikje dierenvoer. Not to eat! Not to eat! Dit is Dr. Anders Cairo, of Cairo, hoe je het maar uit wil spreken, een groot schrijver in Nederland, die meteen bevoogdend wordt in een hoekje wordt gestopt. En die neiging dat je etnisch profileert en mensen in het hoekje behoevend, zielepieterig, zeker gediscrimineerd, schouderklopje, daar moet je enorm voor oppassen. Ja, ja. Het is een enorm ongemak, hè, wat je eigenlijk verwoordt. Want als wij naar Parijs gaan en we zien een zwerver of we zien iemand naast de ingang van de bakker waar je zelf 3 croissants gaat halen met haar hand ophouden, dan voel je je gewoon ongelooflijk ongemakkelijk. En dat ongemak, dat verwoord jij perfect. Ja, en het is ook een heel vreemd, en ik weet ook niet hoe je er... Je moet kennelijk een mate van dikhartigheid hebben om daarmee om te gaan. Want ja. Mijn vrienden in Parijs die daar geboren en getogen zijn, hadden er geen last van. Ik had er wel last van. En op den duur had ik maar gewoon 2 of 3 mensen uitgekozen waarvan ik dacht, nou ja, die geef ik dan wat extra. En daar raakte ik dan maar in gesprek mee. En die komen ook in het boek voor. En mevrouw, die ik altijd op de Place de Croix Rouge tegenkwam. En ja, haar hemd was vergroeid aan een ontstoken borst. En ze bleek gewoon vreselijke kanker te hebben. Maar daar kreeg ik toch een band mee tot ze verdween en ongetwijfeld gestorven is. Maar ik kocht mijn schuldgevoel lekker af met veel tientjes. En die bezwaarlijkheid van dat tientje, je schuldgevoel, en wat moet ik er in hemelsnaam aan doen? Dat is dan materiaal waarmee ik schrijf, maar ik heb er nog steeds geen antwoord op. Nee, het is ook eigenlijk onoplosbaar. Ja. Ik koop wel eens een extra croissant als ik naar de bank ga in mijn armoe. Ja, wat moet je anders? Maar ook nu weer gebeurden fantastische dingen in diezelfde buitenwijken. Er stond een prachtig artikel van Marijn Kruk in de Groene Amsterdammer, waarin hij zegt dat er meer dan 400.000 mensen zonder papier in het departement Seine-Saint-Denis zijn. Ook daar weer, waar een pastoor heel veel doet voor de moslims en natuurlijk de imams ook, maar juist deze pastoor, want de mensen voelen dat ze daar in ieder geval over hun geloof kunnen komen praten. En wat waarmee wij geconfronteerd worden in dit moderne Europa, is het geloof. Wij denken hier allemaal dat wij geseculariseerde, vrijdenkende intellectuelen zijn. Maar we moeten als vrijdenkende intellectuelen leren om te gaan met het feit dat er een hele grote groep mensen is voor wie het geloof zeer belangrijk is. En dan heb ik het niet over allerlei salafistische ideeën, maar gewoon het geloof als verhaal. En dat vind ik een zeer interessante uitdaging om daar ook als schrijver mee om te gaan. En uit die geloofswereld komen eigenlijk fantastische dingen voort. Mensen die heel veel dingen doen op scholen, die kinderen helpen, bijles geven. Het is kennelijk toch een soort houvast. En ook, zoals je een leesclub hebt waar mensen bij elkaar komen en over iets praten. Deze mensen komen bijeen en hebben vinden kracht in dat geloof om iets behoorlijks voor een ander te doen. Jullie denken, god, die van Dis wordt gelovig. Ik ben het niet, maar ik lach er niet meer om. Nou, ik had het eigenlijk aan het eind willen gebruiken, Adriaan. Maar nu je zo over het geloof uitweidt. Kijk, je geeft wel Mulder ook een geloof mee. Niet een christelijk geloof, ook niet geloof in wat voor grote godsdienst dan ook. Maar je geeft hem geloof in de hoop, in de verbeelding van mensen. In mensen, schrijf je, die zich met schoonheid omringen. In mensen die iets maken. Dat is een manier van geloof verwoorden waar Mulder in gelooft. Terwijl die vader Père Bruno, dus de pater die zoveel pater, doet en die helpt, die houdt vast natuurlijk aan het idee van Caritas en dat de Bijbel hem opdraagt. Maar is dat een noodsprong of is dat waar je werkelijk ook als schrijver in gelooft? Ik geloof erg in schoonheid en ik geloof erg in heelheid. En ik vind heel veel troost in de ochtend bijvoorbeeld. Valt het me steeds moeilijker om
de krant te lezen. En ik begin nu de dag vaak met een fotoboek of met een mooie catalogus. En dan kijk ik 10 minuten naar hele mooie foto's. Of naar schilderijen. En daarmee heel ik mijzelf voor de dag. Dat raad ik u ook aan. Ik heb al 3 tips gegeven. Regisseren op de naam van de ambassade. Ritueel van herhaling. En kijk elke dag 10 minuten naar iets moois. Dat helpt. Het helpt je om de dag door te komen omdat de rest van de berichtgeving zo afschuwelijk is? Nou, ja, ik ben wel opgewekt pessimistisch langs mijn hand, ja. En ik praat zoveel met de radio. Ik loop de hele tijd te schreeuwen. Dat ik het er niet mee eens ben. Maar die radio antwoordt nooit, helaas. Maar ik heb problemen met onze kortzichtigheid. Ik heb problemen met met onze ideeën over het... Kijk, over het verleden, over de kolonie. Iedereen zegt, je mag niks meer zeggen. Maar we hebben nou eenmaal een racistisch archief. En het is misschien goed dat we dat weten en dat we daarnaar kijken en dat we onze woordenschat hier en daar opschonen. Want als je zwart bent, is het toch raar dat je de hele dag alleen maar woorden hoort over zwart die negatief zijn. Misschien moeten we eens denken, misschien moeten we een ander woord gaan verzinnen. En nu spreekt men al niet meer over zwarte cijfers, wat trouwens iets positiefs is. Dan heb je winst gemaakt, maar die worden nou groene cijfers gemaakt. Maar we zijn bezig daarmee en het heeft niks te maken met je mag niks meer zeggen. Ik ben veel banger voor de censuur die we toepassen. Dat we het gevoel hebben dat we ons moeten aanpassen bij de stroming van... Het moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Je bent elitair. Je moet niet denken dat je iets bijzonders bent. Je mag zeker trots zijn op het feit dat je een boekenkast hebt. Als je het maar uitdraagt. Als je maar niet bang bent dat als jij iets mooi vindt, dat het beduimeld wordt als andere mensen het ook mooi vinden. Dus die zogenaamde elite, en dat is niet een elite van geld, maar van geest en boekenkast, moet ook trots zijn op het feit dat ze iets weten en draag het uit en doe er iets mee. En daarin betrap ik me erop dat we voorzichtiger zijn, dat we onze mond houden. Dat je op een gegeven moment een groep mensen krijgt die het allemaal wel gelooft en dan komt het ongehoorde Nederland, wat je de hele dag hoort, nog sterker naar voren. En dat zijn de populisten. Ja. En die zitten al lang in dit boek. Het is opmerkelijk hoe hier ook weer de populisten garen spinnen bij de branden in de stad. Want Parijs ontkende altijd dat er huizen waren, hotels, notabene gehuurd door de staat, waar mensen die waren verstrikt geraakt in de bureaucratie van papieren en niet-papieren, zoals we dat in Nederland kennen. Mensen die wachten op hun paspoorten, statushouders zonder enig inkomen of huis en niet mogende werken. Daar waren tientallen van dat soort huizen. En toen vroeg zo'n huis in de fik, in de buurt van de opera. En het had nauwelijks bericht in de krant. Maar er gebeurde iets wonderlijks. Tegenover die brand zat Vincent Menstel, de Nederlandse fotograaf. En die maakte foto's daarvan. En die zag mensen naar beneden springen. Een vrouw als Zadkine met een baby in de hand op de dakgoot. En die foto's heeft hij verkocht aan Paris Match. 2 weken later stond er 20 pagina's reportage van die brand bij de opera. En toen werd plotseling ook nieuws in Parijs. Veel meer. Men ging erover praten hoeveel van deze vreselijke gebouwen zijn er in die stad. En toen was er nog een brand. Dat is altijd. Als een trein ontspoort, ontsporen er daarna ook 3. En die bleken gewoon allemaal. In de Marais was er eentje op de rand, bij de Rue de Turenne. Ja, je speelt ook met identiteit en met paspoorten in dit boek, hè? Want het is aan de ene kant zo, je hebt het over illegalen. Die wonen daar in dat pand wat in brand schiet. Maar tegelijkertijd is Mulder zelf ook aan het spelen met zijn naam. Hè? Hij heet Mulder, maar op het moment dat hij door de politie wordt... Geeft hij een andere naam op, omdat hij net de naam heeft gezien van een gevallen soldaat. En hij zegt, ik wil aan mijn lijf geen Polonaise. Want precies. Het is een vriendelijke politiestaat Parijs. En je moet zorgen dat je niet al te veel contact met de politie hebt. Ja, want alleen heeft hij de keuze. Ja. Want hij heeft een En er zijn mensen, dat hoorde ik ook van de illegale schoonmaakster, die samen bijvoorbeeld 1 identiteitskaart hebben. Want als je heet, en ik spot nu even met naam, maar je heet bijvoorbeeld Nkwala Ngobo. En de andere heet Ngobo Nkwala. Dat, voor die politieman, die snapt maakt er toch niks uit. Nee. En al die zwarte lijken op elkaar. Nee. Voor die politieman. Zoals wij denken dat alle Chinezen op elkaar lijken, tot je wat beter rondkijkt. Ja. Nou, en dat spel van jullie lijken op elkaar, dat wordt natuurlijk misbruikt en gebruikt. Dat je gewoon met je identiteitskaart een spel speelt en de bureaucratie fopt. Nou, maak ik weer even een uitstapje naar de 5 vrolijke verhalen. Want daar staat ook een verhaal in De Zwitser.
En de Zwitser speelt ook met zijn identiteit. Hè, dat is... dat. Laat ik even zeggen, de verteller. Ik heb wel een idee dat dat ook een alter ego is van jezelf. Zou kunnen. Zou kunnen. Nee, ik speel een spel met allemaal thema's uit mijn verhalen. Trek ik een draadje uit. En inderdaad is het heel erg leuk als je op reis bent... om je voor te doen als een ander. Ja, want deze Zwitser, die is helemaal geen Zwitser. Die reist door de woestijn met een aantal fotografen... een aantal verslagen. Hij is zelf journalist... En op een gegeven moment biecht hij op dat hij zelf een andere naam heeft aangenomen. Dat hij dat wel vaker doet en dat hij ook wel vaker een andere nationaliteit aanneemt, een ander beroep opgeeft. En in dit geval heeft hij Zwitserland gekozen, want dat is lekker neutraal. Zwitserland heeft geen koloniaal verleden. Geen koloniaal verleden. Toen ik in 1973 voor de NRC en de KRO-radio een reis maakte van Oost-Afrika naar West-Afrika om allerlei schrijvers te interviewen... vloog ik met Swiss Air, want dat mocht overal landen. Ja. Dat is nu niet meer Swiss, dat bestaat niet eens meer. Maar de andere westerse luchtlijnen hadden die landingsrechten niet. Die mochten alleen maar Noord-Zuid vliegen, maar niet Oost-West. Geen koloniaal verleden. Ja. Allemaal een Zwitsers paspoort, tip 4. Ja. Maar nou is het in dat verhaal komen toch ook nog op een moreel punt uit. Eigenlijk een morele vraag die ook in de Wandelaar toch vrij centraal staat. Dat is namelijk dat de chauffeur die de Zwitser daar rondrijdt... Op een gegeven moment er genoeg van heeft dat iedereen maar zit te vragen om action... en het is allemaal veel te rustig en ze hebben geen verhaal, er gebeurt niks... er wordt niemand gekidnapt, vermoord, et cetera, onthoofd. En die chauffeur die zegt dan op een gegeven moment dat hij er genoeg van heeft. Dat hij eigenlijk jullie stelen onze verhalen, dat is natuurlijk ook zo. Dief, zegt hij tegen. Ja. Dief, jullie stelen. Ja, maar dat is ook een... Kijk, we hebben nu... Het gaat natuurlijk om het thema culturele appropriatie. Mag een witte oude man plotseling een verhaal gaan schrijven over Afrika? Mag een witte oude man zich bijvoorbeeld verplaatsen in een zwart persoon? Daar zijn nu hele debatten over. En een fotograaf die de emancipatiestrijd van de zwarte Amerikanen had verbeeld in een museum. Dat werd weggehaald, want het was toch te veel gezien met de witte bril. En daar gaat het verhaal in zekere zin over. Want die meneer zegt ook, ja, jullie stelen onze verhalen. En wat doe je daarmee? Goede sier maken dat je zo dapper bent geweest, dat je in de oorlog bent geweest. En dat is ook een groot moreel probleem, want een schrijver mag en kan en moet alles doen. En toch zijn er ook wel eens momenten in dat debat, in die emancipatiestrijd, dat je misschien een stapje terug moet doen. En daar gaat het om. Ja, de culturele appropriatie is een groot thema. Ja, dat gebruik ik niet. Dat is natuurlijk een vreselijk woord. Dat moet je helemaal nooit in een literair verhaal op gebruiken. Nee, maar mijn vraag zou zijn, wetende dat dit een thema is... censureer je daarom jezelf af en toe? Ja, absoluut. Ja. En dat vind ik ook... Voor mijzelf is dat nu even nodig. Ja. Waarom? Ik wil... Nou, laat ik mijn openstellen voor Afrika. Laat de Afrikanen het vertellen. En die verhalen zijn er. Maar als ik iets schrijf, dan mag ik... het op de televisie vertellen. En als een zwart persoon die niet bekend is het schrijft... dan blijft het hangen ergens in de marge. Dus dan moet ik een stap terug doen... in de hoop dat die persoon uit de marge naar voren treedt. En dat probeer je dan op jouw kleine manier soms dat te doen. Daar doe je zelf heel veel voor natuurlijk. Nee, maar het blijft dus een lastig ding. Want tegelijkertijd heb ik een wonderlijke verbond met dat continent. Omdat ik toen ik studeerde... in de Afrikaanse literatuur de toekomst zag. Ik dacht, kijk eens, dit is het continent van de toekomst. Mensen komen uit de dorpen, gaan naar de steden. Hier komt Achebe, Things Fall Apart, allerlei fantastische boeken verschenen. Maar helaas is die doorbraak die ik gehoopt had, die is uitgesteld door economische malaise en armoede en vooral ook ecologische rampspoed. Ja. Maar ik heb dat heel lang geloofd en ik schreef daarover, want niemand deed dat. En ik verzette me er ook tegen dat als er een boek kwam uit Afrika, dat je had de Afrikaanse bibliotheek, werd het altijd uitgebreid ingeleid. Alsof elk boek een soort medische bijsluiter nodig had. En we het boek niet konden beoordelen op zichzelf. Maar ja, het blijft kennelijk vreemd. Ik ben dus geweldig blij dat de Nobelprijs is uitgereikt aan een Tanzaniaanse schrijver. Ik moet het nog lezen en ik moet de naam van de auteur nog eigen maken. Maar... ik sprak wel laatst op een school
een jongeman gevlucht uit Tanzania. En die was hartstikke trots. En dat is dan leuk om te zien. En dan zei ik, nou moet je het gewoon lezen voor je Nederlandse les. In vertaling. En dan moet je tegen de leraar zeggen dat dat mag. Niks te maken met de eisen en dit en dat. Het feit dat je dat boek leest is al een 10 waard. En dan zeg je maar dat het mag van meneer Van Dis. Precies, ik wou net zeggen. Dat is het ultieme argument natuurlijk. Adriaan, ik wil nog toch nog heel even het hebben over de 5 vrolijke verhalen. Ik heb het met ontzettend veel plezier gelezen. Echt, het gaat, je hele oeuvre komt er op een zekere manier in terug. Allerlei thema's, niet alleen uit De Wandelaar, maar ook uit je andere werk, uit je eerdere werk, uit je autobiografische, semi-autobiografische werk, komen er allemaal in terug. Er staat ook een verhaal in De Rad van Arras, dat je al eerder hebt uitgegeven in 86, meen ik, ter ere van de Boekenweek. En wat ik nooit wilde herdrukken, omdat ik dacht dat ik het verhaal was ingehaald door andere verhalen, tot Alfred Burney een zeer wervend stuk schreef voor de site van het Literair Museum. En die eist dat het herdrukt werd. En toen heb ik het hier ingezet. Maar ik heb alleen van de tegenwoordige tijd verleden tijd gemaakt. Nou ja, ik was eigenlijk van plan om je te vragen naar Vlagduin. Maar als je nu het hebt over... Dat Arras, is de Rad van Nederland. Nee, maar dat vind ik leuk. Want het sluit aan bij wat je zojuist zei. Want het stuk van Alfred Burney heb ik gelezen vanmiddag. En hij zegt eigenlijk van ja... Het is een idioot verhaal. Het zijn 2 mensen die elkaar ontmoeten bij een hypnotiseur eigenlijk. Hè? De journalist ontmoet een vrouw. Ja, ik wil het eigenlijk niet samenvatten. Het gaat over een fantastische ontmoeting. En die 2 mensen gaan naar Arras, duiken in de geschiedenis van Arras. En daar wordt eigenlijk het verleden wordt daar blootgelegd op een hele bijzondere manier. Nou, laat ik het maar zo, want ik wil toe naar wat Alfred Burney zei. Ja. Namelijk, die zei van ja, dit is een manier om het verleden, het koloniale verleden, eindelijk eens bloot te leggen en uit het puin te halen. Dat zijn mijn eigen woorden. Ja. Maar dat is eigenlijk wat jij zojuist zei. Heb je daarom mede dit verhaal opgenomen in deze bundel? Omdat die interpretatie van het verleden wat zo toegedekt is, het koloniale verleden, de zwarte bladzijde van Nederland, om die eruit te halen. Mogen we dat zo symbolisch zien bij dit verhaal? Ja, nou ja, ik geloof dat het... het is geen opdracht. Ik vind het een uitdaging om dat soort zware onderwerpen als verhaal lichter te maken en daardoor ook toegankelijker te maken. En niet het wegkijken, maar met je... Ik ben erg tegen kanselen. Ik ben erg voor kijk het kwaad in het gezicht. Maar zoals ook Amitav Ghosh zegt bij de Great Derangement, nu met het klimaat, het is de taak nu aan de schrijvers om van al die klimaatgruwelen verhalen te maken. Om ze in de kunst te brengen. Dat we het beter kunnen begrijpen en dat we met dat verhaal iets kunnen doen. Want alleen maar met tabellen en alleen maar met journalistieke verslagen die elkaar de hele dag tegenspreken, dat je dan weer niet het kantelpuntwoord mag gebruiken, dat het weer niet kantelt of wel kantelt, maak er een verhaal van. En dan kun je er iets mee doen. Nou, ik vond het in ieder geval fantastisch om dit verhaal terug te vinden. En ik denk dat je er heel goed aan hebt gedaan. En dank aan Alfred Burney, volgens mij. Ik wil toch nog even, voordat ik u de kans geef om 2 vragen te stellen. We hadden afgesproken, Adriaan, 2 vragen, hè? Goed, dus u kunt alvast heel erg denken van, ik wil die tweede vraag stellen. Of de eerste mag ook. Vlagduin. 1 van de verhalen in... Dat staat mij... Ik ben niet gauw trots op iets, maar dat is een verhaal waar ik heel trots op ben. Zo, laat ik het maar gewoon zeggen. Dat heb ik in 3 weken in koorts geschreven. Midden in de nacht, 3 uur wakker, ging ik weer. En het is voor de stukken in het West-Fries. Ik stong op het dooi en ik verschoot. Gewoon alle kindertaal. En ik heb een dorp gecreëerd dat niet wezenlijk bestaat. Met alle kinderangsten die erin zitten. Met alle verhalen die kinderen elkaar vertellen. Of een biovakantie wordt, wat niet bij name genoemd wordt. Maar dat vertelden we elkaar. Daar wonen kinderen die in manden hangen. Die hebben geen armen en geen benen. En die worden gevoerd en in kettingen opgetrokken. En die bungelen de hele dag. Wat je als kinderen elkaar niet vertelt voor verhalen. Hoe je als kinderen ook niet aan de haal ging met de oorlog van je ouders. Hij werd 10 keer erger. En we zaten allemaal het kleuterverzet. Al die moffen de verkeerde kant op gestuurd. Wat een helden waren wij. Maar die angst, die broekpoeperij van een kind, die heb ik in proza verwoord. Ja, het is eigenlijk het proza dat ik herkende uit Cliffy.
Cliffy is ook een heel andere stijl eigenlijk dan we tot nu toe misschien van jou gewend waren. Cliffy heeft de stijl aangenomen van het onderwerp. Het onderwerp is dreigend. Er zijn lichtflitsen en staccato en het is een crescendo zit erin. En dat herken je heel erg in de Parktuin. Ik weet niet wat er op mijn oude dag gebeurt, maar misschien eindig ik nog als experimenteel schrijver. Want dit is het. Het zijn liedjes, je kan het zingen. Hele stukken heb ik gezongen voor de luisterplaat, of hoe heet het, het luisterboek. Maar het grappige is om toch nog even terug te keren naar de Wandelaar. Ik zag al lezend in de Wandelaar dat ik daar ook al aanzetten toch gaf. Dat er al, en vooral wanneer de hond praat en aan het eind waarin mijn hoofdfiguur vriendschap sluit met een man die we maar gemakshalve de Chinees zullen noemen, die uit kartonnen dozen schoonheid vouwt. En hoe er uit ongesproken, want de man is doofstom, maar je kunt zo geweldig praten met doofstommen. Althans, op papier. En dat vind ik aardig, om de doofstommen een stem te geven, ook al is het pure projectie. Ja. Er zit een enorme gedrevenheid in Vlagtuin. Een enorme, er zit haast in. Er zit in van, ik wil dit nu vertellen en wel zo en wel nu. En qua mooiheid, schoonheid hoeft even niet. Barst aan te veranderen, want zo is het. En alles wat krom is, dat moet krom. Ja, maar dat lees je ook als lezer, lees je dat erin. En dat is de urgentie, volgens mij, van dit verhaal. Ja. Ik kijk even naar u, misschien kan er een klein lichtje aan in de zaal, want er zijn... Ik zie helemaal niks op dit moment. Ja, wie heeft er een dringende vraag? En dat met die verstand. We zijn allebei op de Schoneberg gehoordagen geweest. Dus als u hem zegt, dan herhalen we de vraag gewoon. Geneer en het mag ook, het moet ook een echte vraag zijn. Dus we willen geen manifest van 5 minuten. We willen graag een duidelijke vraag. Ja, waarom? Zo, hebben we nu voldoende mensen afgeschrikt, Adia? Wie? Oh, dat was niet de bedoeling. Jullie mogen best de vraag stellen. Ja, meneer. Wat is er veranderd in Parijs dat we vroeger de clochards zo romantisch vonden? Vroeger vonden we de clochards romantisch. Wat is er veranderd daar? Omdat er een heleboel... er zijn nu zoveel mensen zonder dak en zonder werk en inkomen. Of zelfs mensen met werk en zonder dak en die op straten... onder bruggetjes slapen en in parken op bankjes, voor zover de parken 's nachts niet dicht gaan. De massaliteit is veel groter geworden. Vroeger, toen ik in Parijs kwam, hadden we meneer Dubois, die was in de Rue du Cherche Midi, die werd gekoesterd door de hele straat. Er werden onderlinge afspraken gemaakt welke restaurants hem een maaltijd gaven. En in de zomer kreeg hij van mij ook een schoon t-shirt. En dan kwam er een andere mevrouw met de Chanel 5 hem besprenkelen, want hij stonk zo. Dus we zorgden voor meneer Dubois. Maar diezelfde straat telt nu 15 meneer Dubois. En ze zijn jong. Meneer Dubois was oud, maar begint al heel erg jong. En heel veel vrouwen op straat. Die daar met z'n 4 of 5 tussen lappen en potten en pannen. In de chique buurt. Het is onwaarschijnlijk. Inderdaad, de lingerie, de schoenen van honderden euro's. Schoenen met rode onderzolen. En 2 deuren verder zitten er 3, 4 mensen in stinkende armoede. Dus dat is niet meer romantisch geworden. Het was daarvoor ook niet romantisch. Maar goed, er waren mooie liedjes over gezongen en dat hoorde een beetje bij de stad. Maar nu is het gewoon, je ziet, het kwelwater van de armoe komt steeds meer op straat. En het is een heel erg groot probleem. En er wordt van alles gedaan hoor in de winter. De SAMU rijdt rond en mensen worden uitgenodigd om in foyers te komen. Maar een heleboel mensen zijn ook een beetje in de war geraakt. Die willen niet meer, die worden gek zodra ze tussen 4 muren zitten. Het is ook een sociaal probleem, of medisch probleem, dat de gestichten en plekken waar je verzorgd wordt als je mentaal zwak bent, die zijn allemaal gesloten. Dus dat loopt ook allemaal op straat. Net is een... Het is niet romantisch meer, nee. Nee. En dan zwijg ik nog wat je bijvoorbeeld in de buitenwijken ziet, want daar is het nog veel erger. Ik zag mevrouw hier. Wat is er hier veranderd na zo lange vraag. Tijd weg te zijn? Ik moet heel erg wennen. Laat ik beginnen met iets heel curieus. Ik bevind mij in
Amsterdam weer in een bubbel van ogenschijnlijk weldenkende, vriendelijke, aardige mensen. Toen ik in de Achterhoek woonde, woonde ik met idioten en gekken samen in de buurt. Met onwillige, boze buren, met mensen die tegen windmolens te hoog liepen. Of te hoop, moet je zeggen, liepen. Ik zat in de C1000. Daar is een buurt waar een echt een hele arme wijk is. Daar stond ik in een biologisch knolletje te knijpen. En die ander die gooide zijn bak vol met plofkip. En als ik iets zou zeggen, jij praat uit een andere portemonnee. Ik vond dat heel spannend, dat al die verschillen. En hier moet ik mijn best doen om weer uit die bubbel te treden. Want ik vind Amsterdam, vergeleken met Rotterdam, terwijl er dus heel veel gekleurde mensen zijn, heerlijk, Amsterdam-Oost, Javastraat, of ga naar het Anton de Komplein, toch, als je, ik zat laatst voor het eerst sinds 10 jaar in de Smoeshaan, ik vond het hartstikke leuk, tot sluitingstijd op de trap gezeten en biertjes gedronken, iedereen was wit. En dat vind ik toch raar. In Rotterdam is dat niet zo. Ik vind dus Amsterdam een veel gesegregeerdere stad dan bijvoorbeeld Rotterdam. Misschien is dat... Nee, mij valt dat op als nieuwkomer. Dus ik moet weer uit mijn bubbel zien te breken. Maar ik kan bezwaarlijk een woest hemd aan gaan trekken en op de Javastraat Amantla gaan roepen. In ieder geval is meneer Mulder wel uit zijn bubbel gebroken. Ja. Adriaan, ik wil je ontzettend hartelijk danken voor dit fantastische boek en het geweldige gesprek. Leest u vooral niet alleen De Wandelaar, maar ook De Vijf Vrolijke Verhalen. En het fotoboek, dames en heren. Wandel met foto's. 10 bladzijden schoonheid per dag. En we wensen je veel succes op je enorme tournee door Nederland. En leest allen De Wandelaar. Dank u wel. Dank u wel. Nou ja. Okay. Thank you. Thank you.